Een koepel van 200 moskeeën vindt dat hij daar niet moet zijn vanwege Israëls optreden in Gaza. Frits Barend, begrijp je dat protest? Nee, begrijp ik niks van. Ik vind het echt ook schandelijk werkelijk, dit protest. Dit Holocaustmuseum, dat is ontstaan omdat in de oorlog 6 miljoen Joden zijn vermoord. Waaronder 105.000 Nederlanders. En de direct gevolg van de Holocaust is de oprichting van de staat Israël. Misschien was die staat er toch wel gekomen. Maar na de Holocaust werd eens te meer duidelijk dat willen Joden een veilig land hebben. Na alle pogroms die er al geweest waren in de 18e, 19e eeuw en de 20e eeuw dus. Dus Israël is in 1948 opgericht. Israël is een direct gevolg van de Holocaust. De directeur van het Holocaustmuseum, Emiel Schrijver, heeft gezegd: we willen een waardig museum hebben waar we kunnen herdenken. Wat we niet politiek moeten maken. En, dus is het logisch dat de president van Israël, meneer Herzog, hier wordt uitgenodigd. Want hij is een van de vertegenwoordigers van die 6 miljoen Joden die vermoord zijn. En ook die 105.000 Nederlanders. En vind ik het echt schandelijk dat tegen zijn komst geprotesteerd wordt. Want daarmee maken zij de komst van meneer Herzog politiek. Emiel Schrijver en alle organisatoren rond de opening van het Holocaustmuseum zeggen: maak het nou alsjeblieft niet politiek, laten we het anders beperken tot waar het voor opgericht is, het Holocaustmuseum. Herdenken wat er gebeurd is, zodat het nooit weer zal gebeuren. Je wint je er echt over op. Ja, ik kan me er ontzettend over op. Ik vind het een schande van GroenLinks dat ze dit politiek gemaakt. Zij maken het dus politiek en niet de organisatoren van het Holocaustmuseum. Je hebt het over GroenLinks, omdat GroenLinks-PvdA, Kathy Piri, Kamerlid namens die partij, ook geprotesteerd heeft. Zelf ooit gevlucht, hè? Ooit heeft ook geprotesteerd die tegen de tijden dat Joop den Uyl, Max van der Stoel, vierkant achter als PvdA'ers, Ed van Tijn, achter Israël gingen staan, die is voorbij. Hè? Die is voorbij, ja. En het is echt, ik ben blij dat Ed van Tijn het niet meer hoeft mee te maken. Maar het is echt een schande dat ze hier tegen durft protesteren. Hij gaat ook geen politiek statement geven. Hij heeft gezegd dat hij zijn toespraak hoeft niet te worden uitgezonden. Hij komt hier alleen als symbool van die 6 miljoen vermoorde mensen. En godzijdank is er Israël. Dat staat onder grote druk. En dan zal hij hier niet mogen komen. Hoe durf je het werkelijk? Hoe durf je 80 jaar na de oorlog dit te zeggen? Echt een schande voor de Partij van de Arbeid GroenLinks. Ik kan me er ontzettend over opnemen. Ja, en geen